normaal zijn we een stukje vroeger wakker, zeg maar. En nu is het eindelijk tijd voor thee. Dus we zijn van 3 barbecues naar 0 barbecues gegaan. En toen dacht ik, ja, die is leuk, die doen we. Dus die 10 minuten ga ik heerlijk. Oh ja, deze had ik eigenlijk vandaag nodig. We zijn weer in het land der chaos beland, want... Goedemorgen, het is dinsdag en wij werden een beetje laat wakker, dus wij moeten echt de deur uit. We zijn echt, nou ja, niet normaal snel alles aan het doen. Ik schil nog even heel snel een appeltje, want zij moet natuurlijk wel wat eten mee in school. Die is een banaan, een grote banaan aan het eten, dus die heeft wel op zich een stevig ontbijt eraan. En dat doen we wel sowieso vaker, dat vindt zij ook een fijn ontbijt, net als ik. En dan heel snel naar school. En als we heel snel zijn met de fiets, dan zouden ze op tijd nog moeten komen. Het is niet dat de school al begonnen is, maar normaal zijn we een stukje vroeger wakker, zeg maar. Oh jeetje, wat een ochtend. Ze hebben naar school gebracht en echt, nou vraag me niet hoe, maar ze was gewoon voor de bel in de klas. Dus ik vind dat we wel een schouderklopje verdiend hebben om dat voor elkaar te krijgen. En toen fiets ik naar huis, toen kwam ik Marcia tegen. Die is trouwens echt lang niet meer in de vlog geweest, maar die zie ik wel vaak, want ze zijn buren. Dus daar stond ik nog even mee te praten over wat dingen. En daar gaan we binnenkort ook even wat leuks mee doen. We hebben al besproken wat, maar dat vertel ik allemaal later wel. En toen wilde ik wat gaan doen, toen belde Marcia, want die moest naar de werk. Maar we hadden iets langer gepraat dan de bedoeling was. Dus toen belde ik opeens, oh, mijn bak ben ik vergeten en eer dat ik terug ben, dan red ik dat niet meer. Of ik het alsjeblieft wilde doen, dus ik gelijk weer naar buiten gaan, haar bak buiten zet. Maar daar ligt ons zand, waar haar bak naartoe moet, want zij woont net aan de andere kant, zeg maar. En het ding was zwaar. Maar god, hij staat er, ik heb het voor elkaar gekregen. En nu is het eindelijk tijd voor thee. Gelijk ook even de outfits van vandaag. Ik heb dit shirt aan van Vogue, broek Levi's Mal High, maar... Daar heb ik ze bijna altijd van. Maar deze is wel weer echt anders gesneden. Dus ondanks dat de pasvorm hetzelfde is, zijn het wel echt hele verschillende broeken. Pumps, Linea, Zeta. En ik heb eigenlijk geen sieraden iets, behalve gewoon deze ringen die ik altijd standaard om heb. Want vanochtend was het natuurlijk even iets anders dan gepland. Maar gelijk alles gaan klaarzetten voor wat dadelijk mee moet. Dus tas voor naar mijn ouders. Er zit wel spullen in. Diepvriestas was klaargelegd, want ik moet zo bakjes van mijn opa meenemen. Ik heb mijn moeder al geappt hoeveel. Want ik denk dat ik er misschien meer heb dan dat ik mee kan nemen. Maar ik hoop dat ik ze allemaal mee kan nemen. Maar dat gaan we zien. En zo ben ik dus allemaal dingetjes aan het opruimen. Ik heb ook bijvoorbeeld de plankjes met de wasmiddelen net helemaal weer netjes gemaakt. En nu ga ik zo even goed stofzuigen. Dat mag ook wel weer. Echt door die tuin. Vroeger worden met dat spul ook zo'n trouwens laten zien. Kijk, de tegels liggen erin. Dat achterstuk, ja, dan moet de schutting veranderd worden. En die wordt verplaatst en die wordt verplaatst. Dus daar kunnen we nu nog niet verder. En ertussen, dat voegspul, zeg maar. Dat ligt nog heel veel los. Dat kan je ook hier zien. Dus dat komt heel veel naar binnen en nog zand. Dus mijn vloer binnen heeft het niet zo naar zijn zin momenteel. En de konijntjes zijn hun hok aan het slopen, dus die krijgen ook een nieuw hok. Hij scheet. Hi. Deze komt zo wel altijd. Maar zoals je daar kan zien, ze happen gewoon echt het hout helemaal weg. Ze knagen het helemaal weg. Terwijl we allemaal knaagdingen in het hok geven, maar het hok is leuker. Ik heb net maar even snel wat oorbelletjes in gedaan. Maar ik kom een beetje tijd tekort nu. En ik was aan het kijken voor een kussenkist. En ik heb een paar opties gezien. Maar ik moet nog even overleggen met Marco. En sowieso moeten we nog wat meer dingetjes voor in de tuin hebben. Dus ik weet niet of het slim is om nu te besluiten. Maar ik heb deze gezien. Die vind ik wel heel leuk. En die heeft ook zitplek boven. Maar op zich hebben we daar ook wel heel veel zitplek. Alleen met een verjaardag, als het ooit nog groot mag, dan heb je op die kist ook nog 2 zitplekken. En hij is waterdicht voor alle kussens.
Dat zou ik wel fijn vinden, want ons klein scheurtje, daar past niet alles in. Dus ik denk dat het die misschien wel gaat worden. Alleen even overleggen en eerst die schutting en zo even kijken hoe we uit gaan komen. En ik moet een nieuwe barbecue, want die is ook kapot gegaan met de tuin opnieuw doen. Dus we zijn van 3 barbecues naar 0 barbecues gegaan. En dat vind ik niet fijn, want we houden van barbecuen. Dus het is zelfs vandaag alweer, het is echt lekker buiten. Oh, ik heb ondertussen gestofzuigd en de keuken gedaan en noem het maar op. Ik mag daar ook alweer naar school. Het gaat echt snel. Ik ging mijn tas switchen en toen kwam ik er eigenlijk achter dat bijna alle tassen die ik heb gouden hangsels en alles hebben. Dus toen dacht ik, ik kan natuurlijk ook van mijn rugzakje bij. Eigenlijk pak ik die alleen maar als ik echt, zeg maar, ga wandelen of wegga. Maar dat kan nu natuurlijk ook, want ik vind het een hartstikke leuk tasje. Dus daar ga ik nu mijn spullen in doen. En dan ben ik in ieder geval klaar voor zo. Oh, ik heb ook echt een gouden zonnebril. Ik heb echt precies alles de verkeerde kleuren. Mijn neus, die moet ik ook even switchen. Even denken welke zonnebril ik dan wil pakken. En zo heb ik eigenlijk de tas allemaal. En ik leeg echt vaak mijn tassen. Maar er komt echt... Ik heb echt van alles. Brildoekjes, deodoekjes, een mini handcremmetje. Wat heb ik nog meer? Dit is zo'n reinigingsdoekje. Een refreshing, nog een deodoekje. Daar heb ik altijd 2 van bij me. Die vind ik trouwens echt heel fijn, deodoekjes. Echt een uitvinding. Dan, ik vind een fles deo in je tas voor de zekerheid meenemen niet fijn. En zo'n doekje zit gewoon standaard in mijn tas. Dan kan je toch ten alle tijde even opfrissen als je daar behoefte aan hebt. Oké, deze leeg. Ik haal altijd mijn tas leeg. Want als ik ze dan opruim, dan ben ik nooit mijn spullen kwijt als ik ergens in de tas zit. Dat zie ik bij anderen altijd. Ik haal ze altijd goed leeg. Dus deze ga ik even naar boven brengen en even zonnebril switchen. Het is deze zonnebril geworden van Unofficial. Deze is wel leuk. Deze heb ik een soort van Sarah gekregen. Niet helemaal hoor. Ik heb hem zelf gekocht. Maar zij zag hem. En zei ze, mama, die vind ik zo leuk. Die moet je kopen, want dan heb je hem van mij gekregen. Nou, ik vind hem ook heel leuk. Hij draagt ook heel fijn. Dus zij zag altijd dat ik hem van haar heb gekregen. Want zij zag hem bij toeval. En toen dacht ik, ja, die is leuk. Die doen we. Ah, kijk hoe leuk. Ik kreeg een herinnering vandaag. Lang leven social media. Deze foto is vandaag precies 7 jaar geleden. En kijk dat koppie. Oh, verliefd op mijn eigen baby van toen. Zo leuk. Oké, heel veel bakjes voor opa. Die ik dus nu iets allemaal moet doen. En ik heb opa natuurlijk gesproken. En mijn moeder. Dus ik kan aardig wat meenemen. En dan heb ik meer ruimte in mijn vriezer. Hey. Eerst was ik al de auto kwijt, maar Marco die pakt bijna nooit deze auto, maar dat had hij dus wel gedaan. Stond hij heel ergens anders. En het is voor het eerst dat ik weer denk van wauw, het is te heet in de auto. Het is echt burnig. En dat vind ik op zich niet heel erg hoor, want ik hou er wel van als het lekker warm is. Goed, snel naar school. Ik wil die auto weer aanpassen. Oh, dat is natuurlijk van dat we naar zijn vader zijn geweest, ook dat hij nog zo staat. Maar ik zit er meestal ergens anders dan waar die nu stond. Maar goed, zelf snel ophalen en dan... Ze zijn aan het klussen daar bij andere woningen. Maar die bouwvakkers zijn echt heel arm. Niet vervelend. Je hebt meestal van die vervelende mannen, zeg maar. Dat is ook niet zo voor. Maar gewoon op een gezellige manier aanwezig. Gewoon altijd gewoon leuk gedag zeggen. Met Sarah naar school loopt. Veel plezier op school, weet je, dat soort opmerkingen. Dus, maar goed, wat was ik aan het vertellen? Ik ga Sarah ophalen, naar de afspraak brengen, naar mijn ouders. Waarom is het weg hier afgezet? God, nee. Hoe ga ik dit dan dadelijk doen? Oh, hier baal ik van. Dan ga ik het allemaal never nooit niet redden als dit zo is. We zijn hier alle bomen aan het weghalen. Waarom? Dit is echt heel vaag. En ik weet ook niet of ik het tof vind dat ze alle bomen weghalen. Laat bomen lekker staan.
Vandaag ga ik deze koekjes proberen met mijn thee. Had wel heel erg heen en weer. Dat was iets minder de bedoeling. Zijn de koekjes wel lekker? Want ik heb helemaal vol gegeten aan koekjes. Dus een aanrader. En Marco belde net. Dus we hebben zo ook iemand, een collega van hem, die mee eet. Dus ik heb meestal klaarstaan. Maar ik kan er wel makkelijk wat bij maken. Dus daar moet ik ze ook wel even aan denken. Ik heb trouwens helemaal niet gevraagd hoe laat ze er dan zijn. Of ze dan wel normaal op tijd zijn. Maar ik denk van wel. Oh, ik denk, hè? Een rare tijd. Maar de klok van de auto staat niet goed nog. En die kan ik alleen als ik stilsta verzetten. Maar dan moet ik lang genoeg stilstaan. Als ik parkeer vergeet ik het altijd. Als vorig jaar ook, een half jaar geleden. En als ik kort tussendoor stilsta, heb ik niet lang genoeg. Dus dan begin ik elke keer en dan stopt hij weer. Dan moet ik elke keer opnieuw en dan lukt het ook nooit. Dus dat moet ik echt even aan gaan denken. Leuk, Sarah gaat de autoband oppompen. Mijn banden zijn een beetje zacht. Goed vasthouden, mama, hè? Ja, ik hou hem wel mee. Mama, wacht, heb je hem? Ja. Dan vasthoud ik hem even hier voor je vast. Dan is het wat makkelijker. Tot het piepje, hè? Ja. Goed zo. Goed erop houden. Je hoeft niet te drukken. Je moet hem gewoon goed op zijn plek houden. Oh, dan gaat de lucht er een beetje naast. Hoorde je het? Nou, jij bent al een volwaardige tanker. Weet je ook welke we moeten hebben? Ja, volgens mij de E10. Ja, dat klopt. Tum af niet, dat ding inknijpen, hè? Ja. Goed zo. Nee, mama. Goed erin. Ja, ik help je. Goed erin. En nu pas knijpen. Langzaam knijpen. Niet te hard, dan slaat hij af. Dat weten we. Ja, heel goed. Hé, hey, volwaardig tanker jij. Met heel veel pijn en moeite. 10 liter. Jee. Dan zijn we thuis. En ik heb 10 minuutjes voordat ik moet koken. Want ik moet rekening houden dat Marco dadelijk ook weer de deur uit moet. Dus die 10 minuten ga ik heerlijk in het zonnetje doorbrengen. Het is zo lekker. Echt, ik hou er zo van. En het is maar 3 dagen lekker weer en weer slechter. Dus ik ga hier echt ultiem van genieten nu deze 10 minuten. Zo, en Bruno heeft gezellig bij ons gegeten. Hallo, dames en heren. Koeken en peren. En we zijn weer met Bodhi. Bodhi. Oh nee, nu. Hoi. Wie hebben wij daar op de schoot? Bodhi. Ready. Schattig, hè? Oké, zo gaan we van gezellig drukte naar weer alleen zijn. Marco is met Bruno weer gaan werken. En Sarah ligt op bed. Oh, ik vind niet dat je wilde de tuin inlopen, maar toch ook niet. Die liep toch weer door. Zij ligt ook net in. Dus ik denk dat hij ook naar huis gaat en naar bed. En ik ga proberen te editen voor de picknick komt. Maar ik zat vorige keer nog te vertellen dat hij eigenlijk altijd tussen 8:30 en 9:00 komt. En nu kreeg ik dus dat hij tussen 8:45 en 9:05 komt. Dus ik heb korter. Plus omdat we zwaar aan het gamen net. Zij was met Bruno aan Mario Kart. Hè? Oh, mijn laptop. Dus het duurde iets langer. Dus ik ging ook ietsjes later naar bed. Niet heel veel, maar als je het van beide meerekent. Oh, ik denk dat zit er nu, maar het was een weerspiegeling. Maar goed, als je het van beide meerekent, heb ik dus kort. Dus ik moet echt gaan opschieten en hopen dat ik het red. Ik ben echt totaal nog niet klaar, maar goed. De picknick komt wel, die was echt mega snel. Moet ik zeggen dat ik echt zo'n vriendelijke bezorger had. Echt een praatje maken en gewoon geïnteresseerd. Weet je, heb je lekker genoten van de dag. Ja, dat is niet goed. Dat mag wel lekker zo. Nu alles uitpakken. En opruimen. Ik probeer het altijd te sorteren. Oh ja, deze had ik eigenlijk vandaag nodig. Maar die zat dus pas bij de boodschappen van vanavond. Ergens heb ik best een fout gemaakt. Nou had ik spinazie in de vriezer liggen. Dus ik kon wel gewoon eten op tafel zetten. Maar het ging niet zoals gepland helaas. Dit is de koelkast. Ik zit hier altijd wat warm in. Zodat ik het daarna allemaal snel kan opruimen. Anders loop ik op bed geen hier.
vriezer. En dan de koelkast. Het is allemaal koelkast, als het goed is, ja. Oh, soms zitten dingen die doen zij bij de niet gekoelde dingen, net zoals brood. Maar die gooi ik natuurlijk wel gelijk in de vriezer. Ik ga eens echt kijken of het allemaal gaat passen, want de koelkast ligt aardig vol. Dan bestel ik boodschappen, maar dan had Marco ook nog eens dingen. Los van wat ik heb gehaald. En dan past het niet altijd allemaal meer. Zoals nu. Dus ik moet echt even gaan puzzelen hoe ik het er allemaal in krijg. Mijn hele systeem is door. Ik ben zo autistisch als wat met mijn koelkast. Dan kan ik altijd alles vinden. Zo. Deze is hier. Deze. Dit staat ook weer door. Zo. Deze. Als ze dan echt wel een paar millimeter niet past. Deze hier. Koelkast is gelukt. Vriezer gaat nog donker worden. Want ik heb natuurlijk bakjes meegenomen. Maar ik had ook nog twee dingen staan die de vriezer in moesten. Dus die had ik ook alweer in de vriezer gegooid. Dus nu moet ik echt wel gaan puzzelen. Maar het is altijd heel raar bij ons. Bijvoorbeeld ene week gaan er zeg maar drie broden doorheen en de andere week een half brood. Vooral Marco die wisselt heel erg in wat ze wanneer en hoeveel eet. Maar ja, dan haal ik brood en dan is er ineens weer andere dingen. En dan heb ik dus heel veel brood gehad. Deze moet er ook nog in. Hoe ga ik dat doen? Dat past niet. Aha. Wordt het maar even proeven, maar als ik het niet doe, kan ik het ook. Die had ik ook nog uitgehaald. Maar die komt in deze laag. Ik moet echt als een nieuwe keuken hebben, zo'n hele grote vriezer met heel veel lades, want ik red het gewoon niet met 2,5 laag. By far niet. Echt, wie heeft nog meer die struggle? Te weinig lades in de vriezer. Hierbij. Sowieso, ik heb altijd gewoon te weinig ruimte in mijn keuken. En het is ook niet dat ik gigantische voorraden insla. Ik ben geen hamsteraar. Ja, net als dit. Dan ga je... Weet je dingen nou? Appelflappen maken. Maar ja, dan hou je een halve zak over. En het staat er. En aangezien het goed is, ga ik het niet wegdoen. Maar ja, ik eet ook niet zomaar zo'n rozijnen. Misschien moet ik ze in de lunchtrommeltjes erbij gaan doen. Dat vindt zij wel lekker. Dat heb ik dat misschien ook wel gedaan. Maar dat was meer toen het klein was. Maar ik kwam er wat rozijntjes erbij. We zijn weer in het land der chaos beland, want de lounge set moet in elkaar. Dus overal staan delen, piepschuim, allemaal van die blokken. Trouwens, piepschuim zijn bijna kussens, joh. Kussens. Die kan je gewoon stoffen. Nee, dat zijn de kussens niet. Jawel. Zijn dit de kussens? Oh, die hoezen zitten er los bij. Ja. Oh, vandaar. Oh, dat is dat apart gedaan dan. Dat zat in die delen. Ja. Ik dacht dat dat was om die delen goed te verzenden, omdat je ze eruit trok. Oké, okay. Stierhoezen moeten er ook nog om. Ze hebben vandaag al die andere kussens gedaan. Oh ja, Bruno ging ermee helpen, was wel leuk. En ik heb even een late-night snack voor mezelf gemaakt. Maar de pindakaas was heel dun. De ene keer is hij dikker dan de andere keer. Hij smaakt even lekker, maar hij is gewoon dun. De set staat, en dat was echt nog een heel gedoe. Niet voor mij overigens, want ik was andere dingen gaan doen. Dus het was heel veel gedoe voor Marco. Maar de omschrijving was niet echt heel duidelijk. En heel veel delen leken op elkaar. Dus ja, het was een gepuzzel. Maar goed, hij staat. Als ik eraan denk, ga ik het morgen laten zien. Maar het is nu te donker buiten. Dit staat aanrecht. De vaatwasser, die heeft er net gedraaid. Oh, dat tape. Echt tape zelf heb ik geen last van. Maar echt, het jeukt elke keer eromheen. En in het midden van mijn rug kan ik er niet bij. Arr.
Maar goed, ik ga snel slapen, want het is iets later dan de bedoeling was. En vanochtend was ik natuurlijk ook al laat. Maar ja, anderzijds, elke keer als ik even vroeg naar bed ga, lijkt het wel... Oh. Stel een scherm. Hallo. Hij wil niet scherp stellen. Oké, nou dan... Oh, daar ben ik. Maar elke keer als ik dus juist vroeg naar bed ga, lijkt me wel te verslapen. En misschien omdat ik dan 7 uur slaap of zo, en dat ik het op 6 uur slaap beter doe. Op zich is dat logisch, dat is een slaapcyclus. Maar goed, ik ga wel afsluiten, want anders slaap ik maar 5 uur of 4 uur. Of... Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!